De 20-jarige Yada Borsato, dochter van Marco Borsato en Leontine Ruiters, ligt onder vuur vanwege een zeer ongepaste uitspraak over de misbruikzaak tegen haar vader. Wat de zanger precies aan zijn gezin heeft verteld is onduidelijk, maar volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs om hem te vervolgen voor ontucht met een minderjarig meisje. Het begint er dus meer en meer op te lijken dat er in deze zaak sprake is van een veel te jong en kwetsbaar slachtoffer. Toch roept Yada over haar rug heen dat haar familie deze misbruikzaak gaat, rokken. Dat kan je niet zeggen. Ja, ik storm me wel aan. Ik vind dat je dat niet kan zeggen, reageert Ivo Coldeweyer in haar podcast The Juice Show. Tegelijkertijd vindt Yvonne dat shownieuws haar niet om een reactie had moeten vragen. Eigenlijk vind ik het niet zo chic dat je aan de kinderen van iemand die vervolgd wordt voor een zedendelict bij een minderjarige, gaat vragen van, en, en, wat vind je? Als een soort van gluipert. Ik vind het gewoon ongepast dat je dat aan haar gaat vragen. Dat de Borsato-kinderen van repliek gediend worden als ze bepaalde uitspraken doen, vindt Yvonne wel terecht. Ja, weet je, de kinderen willen zelf heel graag in de media en ze zijn meerderjarig, dus als zij dan die aandacht trekken en ze gaan er dan wat over zeggen, vind ik ook dat we dan iets terug mogen zeggen. Yada is ook niet heel sumier als het gaat om haar reactie, vindt Yvonne. Het waren toch wel een zinnetje of tien of zo. En als je gaat zeggen: wij gaan dit rokken, dan ja. Dat is haar leeftijd, denk ik. Misschien ben ik wat streng, maar ik vind gewoon: dat is niet hoe je dit benoemt. We gaan dit rokken. Waarschijnlijk heeft Yada een gebrek aan inlevingsvermogen, al dus Yvonne. Er zit een slachtoffer aan de andere kant, die zoiets heeft van: ik vind het heel spannend, een zededing tegen een hele bekende man. Dat is niet gepast, vind ik. Maar goed, aan de andere kant, die meid. Ik vind haar niet zo leuk. Ik vind haar gewoon niet zo leuk. Yvonne volgt die Yada ook niet zo. Zij zit toch in goede tijden? Ik vind haar niet zo'n sympathieke meid, maar goed.